supermarkten mogen stunten met bierprijzen. Geen raadsenquête over het Orgelplein. En Nationale Boomfeestdag in de sneeuw. Het plan van het college van burgemeester en wethouders om supermarkten te verbieden met bierprijzen te stunten heeft het niet gehaald bij de commissievergadering. De maatregel is onderdeel van de nieuwe drankverordening. Die moet ervoor zorgen dat het drankmisbruik onder jongeren omlaag gaat. Maar de meeste fracties waren er heel duidelijk over. Een slecht idee. Niet het drankmisbruik omlaag natuurlijk, wel de manier waarop. Wij denken dat je daar problemen niet mee oplost. Ik bedoel, iedereen weet dat je voor 20 of 30 cent een blikje bier kunt halen en sterke drank is voor 3 of 4 euro al te verkrijgen in de supermarkt. Dus op het moment dat je gaat stunten met A-prijzen, los je het probleem niet op. Dat moet gewoon gehandhaafd worden. Ik bedoel, het moet niet mogelijk zijn dat jongeren onder de 16 bier kunnen kopen of jongeren onder de 18 sterke drank in de supermarkt. Nou, ons idee ligt daar toch echt de verantwoordelijkheid elders. Als het bij jongeren gaat, ligt dat bij de ouders. Kijk, het gebeurt in hun huiskamers. Dus zij zullen moeten ingrijpen als er daar te veel gedronken wordt. En zij zullen ook gewoon hun kinderen moeten leren om verantwoord om te gaan met alcohol. Wij denken net als D66 dat een maatregel is die geen effect heeft. Kijk, je wilt drankgebruik met name onder jongeren tegengaan. En je moet natuurlijk dan maatregelen nemen die werken. En dit werkt natuurlijk helemaal niet, want je kunt voor minder geld altijd nog B-merken kopen. Een ander onderdeel uit de drankverordening haalde het wel. Het verbod op de happy hours in de kroeg. Daarbij is een belangrijke taak weggelegd voor de kroegbazen. Zij moeten de afspraken nakomen. Zo niet, dan volgen de sancties. Maar wethouder De Plag gelooft in goede afspraken. We moeten stap 1 is dat je partijen zelf verantwoordelijk moet maken. En als je dat voor elkaar hebt, dan kan je capaciteit richten op die mensen die er een puinhoop van maken. Hoewel het plan het heeft gehaald, zijn er twijfels. Maar die hebben vooral met handhaving te maken. En ik denk dat het daarbij heel belangrijk is hoe vaker gehandhaafd wordt. Dus hoe vaak wordt er opgelet, hoe vaak wordt er gecontroleerd dat er fouten begaan. En wat is de strafmaat en hoe vaak wordt die straf opgelegd. Wanneer één iemand zich er niet aan houdt, dan hebben de anderen daar nadeel van. Dus daarom denk ik ook wel dat wanneer iemand zich niet aan de regels houdt, dat uiteindelijk wel bij de gemeente zal belanden. En dat het dan ook gehandhaafd kan worden. En dan was er nog het plan om sportkantines te verbieden na middernacht niet meer te schenken. Maar dat vindt in elk geval de VVD veel te streng. Maar volgens mij wordt het dan ook ontzettend onhandig om dat te handhaven. Want dan kom je binnen bij een groep mensen die eigenlijk graag nog even een biertje had willen drinken. En die moet je dan allemaal vertellen dat dat niet mag. Volgens mij is het veel makkelijker om te zeggen, als de tent dicht gaat, gaat ook de bar dicht. En het enige wat je dan moet doen, en dat doe je nu ook, is kijken of ze hun sluitingstijden niet overschrijden. Voorlopig hoeven sporters nog niet te vrezen voor hun derde helft. Er is nog geen besluit gevallen. Dat gebeurt volgende week dinsdag in de raadsvergadering.